ouders van de groep kinderen van gisteren. Die op de vlucht worden voor hun eigen elders. Mag ik even zo vrij zijn? Ja. Jullie konden toch niet toevallig met zomer af? Ja. Ik herken sommige ouders aan de hand van hun kinderen. Ja, we zijn er een paar kwijt. Ja, en ik ben zo vrij om te zeggen dat we ze een heel klein beetje op weg hebben. Heel klein beetje. Ja, jullie hebben wellicht onze autootjes hier staan. Ja, wij kunnen wel plaatkallen dan. Oh ja? Nee. Dat geit. We zitten in een hele Brabander, maar hij is in Limburg gewoond. Ja. Dus als ik nou gewoon Limburgs tegenop rot, dan kent hij dat volgende. Jullie niet? Nee? Ik wel. Luister, en huiver. Wij reden net stom toevallig, want wij maken een programma dat puur op toeval is gebaseerd. Wij rijden altijd à l'improvise door de provincie en als we ergens een trigger zien, dan gaan we erop af om te kijken of daar een leuk verhaal in zit. Nu zagen we die kids van jullie al van ongeveer 3 kilometer afstand. Ja, raar. Dat hopen wij ook. Te herkennen. Let op de auto's, jongelui. Want, oh nee, hij slaat af. En hun leuke overalletjes. En ik wil op de eerste plek, ik wil jullie een enorm compliment maken. Want jullie organiseren wel echt hele leuke weekendjes. Zo na carnaval, hè? Dat is wel zwaar. Ja, maar, nou, goed, carnaval in Brabant stelt sowieso niks voor. Hallo. Als we dan toch alle vooroordelen uit kassen. Nee, maar goed, vuur spuwen. Op die... ja. Dus, heb je het gezien? Of, ja, ik heb het op een van de telefoons van de spruiten mogen. En niemand heeft zijn lippen verbrand. Nee. Niemand. Ja, het is jammer dat we het nou niet bij hebben, anders komen we het jou ook laten doen. Dat is echt helemaal niet moeilijk. Nou, lekker, want volgens mij bent u de oppervuurspuwer dan. Nou, maar het is niet zo moeilijk. Nou, vertel. Nou, we kregen zo'n vloeistof. Ik heb een tijdje op doen. Hij had weer een hapje waar ze zitten. Nee, we kregen dan zo'n vloeistof. En dan moet je eigenlijk gewoon Joost, we moeten verder. Doen als je bier niet lust en dan uitspuugt. Ik zei, ja, dat vind ik moeilijk, want ik slik dat meestal in. Maar dit mag je dus niet inslikken. En dan met een zo'n vlam en dan, ja, en dan moet je even, ja, zo en dan die vlam weg. Nou, dat was echt een heel mooi gezicht, mooi effect. Ja. Het huis staat er nog waar we. Ja, het was hier ergens in Baarlo, hè? Ja, goed. En bij de heerlijkheid. Het is heel mooi. Wie? Ja. Ik. Wij moeten door, hè? Ja, nee, maar misschien. Luister, wacht. En huiver. Oh. Ja. Jonge dame, u denkt dat ik in het complot zit? Nee. Maar we zouden alsnog een tweede deal kunnen maken. Ja. Dat ik als een soort van dubbelspion ga. En dat jullie mij een aanbod doen wat nog beter is dan van de kinderen. Oh, ja. En dan kan ik jullie wellicht weer op het juiste spoor zetten. En dan maakt het misschien helemaal geen reeks meer uit of we nog 5 minuutjes langer met elkaar. Kan pizza eten? Dat kan. Ja, dat kan. Vanavond is pizza. Dat klinkt eigenlijk heel gewoon voor. Ja, maar we gaan zelf pizza maken. Ah. Ja, maar we moeten een beetje afwisselen. Dat weten ze allemaal eigenlijk gewoon, nog niet. Want... Oh, dat weten ze nog niet. Nee, ja, maar ja, de pizza zit niet in de koelkast. Dat was natuurlijk wel te raden. En hoe wordt het dan een of ander kampvuur waar boven de pizza's gemaakt moeten worden? Verrassing, daar wachten we af. Ja, dat weten we niet. Oh, dat weten jullie zelf nog niet? Nee, dat weten we niet. Alleen degene die het organisatie zijn. Ja, dat is een andere. Maar volgens mij moeten we echt gaan pizza. Wie was nou? Nee, ik heb nog geen aanbod gehoord. Ja, pizza. Pizza eten. Pizza eten. Eén pizza? Ja. Of één pizza de man? Eén pizza de man. Meer kunnen niet op. Oké. Pilsje erbij. Goed. Pilsje. En we hebben nog... Is het wel Limburgs bier? Belgisch bier. Of een Bavaria natuurlijk. Het is allemaal nog geheim. Hoeveel tijd van de 2 uur zit er eigenlijk nu al? Ja, veel te lang.
Maar jullie willen natuurlijk weten of ze wel of niet over het veertal zijn. Ja, 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 want ze moeten elke 20 minuten een locatie doorgeven. Elke 10 minuten. Is er inmiddels een locatie alweer doorgegeven? De laatste. Net waren ze over het pontje al. Dus we hebben ons net de... Ho, er zit al een tegelen. Hoe kan dat nou? Kansloos! Kansloos! Dan moeten ze vervoer geregeld hebben. Nou, ik weet niet of het... Nou, laat ik zo zeggen. Er kwam een enorm Amerikaans busje. Kwam het veerpont opgereden. Wat blijkt nou? Die man achter het stuur was een vaste kijker van ons programma. Dus ik ben zo ondeugend geweest om even advocaat van de duivel te spelen en om die jongens en meisjes een taxi te bezorgen. Zodat jullie, ja, jullie kunnen het echt shaken met die fiets hoor. We kunnen ook gewoon aan bier gaan zitten. Ja, pak voor deze handen. We gaan gewoon in de kroeg zitten, jongens. Ik denk dat dat misschien een heel goed idee is. Want wat was eigenlijk de bedoeling geweest om weer terug te komen? Naar de overnachtingsplek. Jullie weer met de fiets en zij weer te voet? Ja, nou, hun hoeven niet als wij maar vast. Oh, dat maakt u niet zo uit als u ze even een weekje of zo kwijt bent. Ja, tot zondagavond. Ja, ze maandag maar weer op school zitten. Want ik denk toch echt, jongens en meisjes, dat jullie dadelijk even met een autootje of twee even die kids moeten gaan halen. Want ze zitten dus echt in Tegelen, hè? Want als je hier de Maas over gaat, dan zit je pas in Stijl. Dan zit je nog niet in Tegelen. Dus dat wordt wel... Geen Stijl. Nee, dat is geen Stijl. Dit zou ook zomaar op geen Stijl kunnen komen. Ik ben bang voor wel, ja. Maar dan fietsen we gewoon heel Ik zie daar een mooi brandbier teken. Ik denk dat we daar eens op moeten gaan. Ja, u bent van het inslikken, hè? Het uitspuwen, zei u net. Ja, klopt. Ja. We gaan rijden. We gaan het allemaal rijden, anders gaan we ze nooit vinden. Ja, dat potje. Dan gaan ze maar zoeken. Ja, en hoe gaan jullie ze thuis krijgen dan? Ja, dat weten we nog niet. Dat is hun probleem. Ja, dat zijn wij met thuis komen. Nee, het zijn meer dan 8 kinderen. Ja, dat kan niet lukken. Ja, we zijn te productief. Ja, samen. Kunnen we jullie straks nog bellen dan? Want dat is nodig. Nou, wat ik, als ik zo vrij mag zijn, en dat doen we gewoon terwijl de camera nog loopt. Als een van jullie mij nou even een mailadresje kan, dat gaan we niet op camera zeggen, maar als even iemand de oppervuurspuwer, als u even, of iemand die, ja, wilt u even daaronder dat even een mailadres, want dan kan ik jullie namelijk een mailtje sturen over wanneer het wordt uitgezonden. Oh ja, maar ik hou me ook aanbevolen voor nog wat aanvullende informatie. Ja, wat naweeën. Limburg ja, CG, of wat is het? Ja, dat is goed. Dat doen we. Want ik hoorde van de jongelui dat er staat eigenlijk niets groots materieel gezien op het spel, behalve eeuwige roem. Ja, ja. Ja. Ligt ja, dat het gevoelig? Is heel groot, hè? Nou, dat mee. En we denken ouders winnen. U kwam erg serieus op mij over. Ja, want u begon serieus. Als eerste te zeggen van jongens, kom, we moeten door. Ja, maar ik wou wel van winnen, hè? Ja, u bent... Ik heb vanochtend gewonnen, dus... Met vuurspuwen? Nee, dat was ook heel goed gelukt. Gisteren ook gewonnen. Wat was er vanmorgen? Dat duurt te lang. Ja, nee, dat moet ik wel. Dat is een hoogtepuntje. Dat zagen we ook nu nog hier. Oké. Als jullie straks komen, straks hier weer terug. Dus dan wacht je maar. Ja, nee, dan krijg ik koude voeten en daar hou ik helemaal niet van. Nee, als ik zo lang moet wachten. Want ze zaten net in Tegelen. Voor hetzelfde geld zijn ze doorgelopen naar Venlo. Ja, die zijn al Venlo. Hun kennende vast. Ik hoop dat ze naar Amerika gaan. We gaan even naar de Ronaise. Maar daar zit je erg gezellig. En als je de pont overgaat en je gaat daar naar boven, dan is ook meteen, dan zit je ook gezellig. Ik wil jullie niet nog verder ophouden, maar... Nee, wij gaan toch die kant op, denk ik. Nou, dankjewel. Dankjewel. Houdoe. We mailen. Ja, doei. Oh, ze zijn zo kansloos. Ze waren toch goed, hè? Had ik toch goed gezien? Ja, dat had je goed gezien, ja. 8 stuks. Wat denken we, jongens? Wie gaat er winnen?
Ik zet al mijn geld op de, en een pizza en een pilsje op de kids. Tenminste, als de meneer met het busje een beetje zorgvuldig met de kindjes is omgegaan. Dit zoekt er toch wel betrouwbaar roet, of niet? Ik weet niet, vertrouw het niet. Als we dat op ons geweten hebben, dan ik, nou, Rutske en hopen dat het allemaal goed gaat.